Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip nummer 15. Gaat over mimiek. En mimiek is in mijn ogen een heel belangrijk onderdeel van het vertellen van verhalen, want daardoor bereik je het publiek meer, je maakt het levendiger. En het is ook best wel ingewikkeld, want wij zijn niet gewend om heel visueel te praten. Dove mensen hebben dat veel meer. En voor hen is mimiek de intonatie van wat ze gebaren. Dat heb ik dan geleerd bij mijn opleiding tot leraar gebarentaal. Ja, mimiek. Hoe oefen je dat? Voor de spiegel. Wat leuk is voor de spiegel is om te kijken van hey, wat kan ik eigenlijk doen met de spieren in mijn gezicht? Zo heb ik geoefend om mijn wenkbrauwen 1 voor 1 op te tillen en verdrietig te kijken of boos of verbaasd. Je kan heel veel doen met je gezicht. En het is leuk om daar bewust van te worden en te kijken, hey, welke spieren gebruik ik bij wat? En dat kun je heel goed oefenen voor de spiegel. Beetje een rare tip misschien, maar echt, het helpt weer voor bewustwording. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, oh, ik heb een presentatie, ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op, dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website en ik hoop tot ziens. Doei!